En Marijn, wat is jouw nieuws? Ja, ik zit echt tot over mijn oren in de Tour op dit moment. De Tour de France natuurlijk. En vandaag heeft een skischansspringer de etappe gewonnen. Dat vond ik toch eigenlijk wel heel erg bijzonder. Dit zijn weer de benen van... Nee, kijk, dat is hem. Dat is Primoz Roglic. Tot 2012 was hij skischansspringer. Hij heeft zelfs WK-medailles gehaald als junior. En toen is hij heel hard gevallen. Toen is hij gaan fietsen als revalidatie. En daar bleek hij zo goed in dat hij dus nu bij Lotto Jumbo rijdt. En vandaag de etappe heeft gewonnen. Ongelooflijk. Ja. Dat je dat nog kan leren op dat niveau. Maar als ik me goed begrijp, een goede analogie is jouw eigen wielrencarrière. Want jij bent toch ook begonnen ergens... Ja, toen ik 30 was. Ik zou mezelf absoluut niet met deze man willen vergelijken. Want ik heb nooit toeretappes gewonnen. Zover ben ik niet gekomen. Maar ik weet wel hoe moeilijk het is om op latere leeftijd, als je niet van kind af aan fietst, dat te leren in dat peloton. Want dat doe je niet zomaar. Dat is natuurlijk, je ziet ook op televisie één grote hectiek en iedereen beukt tegen elkaar aan. Als je dat niet van jongs af aan hebt gedaan, om dat in een paar jaar tijd even te leren en dan zo te presteren, is echt super. Nou, we weten nu een beetje hoe dat gaat, hè? Jessica, gewoon laten we nog even die benen erbij halen. Ik was echt helemaal geschokt toen ik ze zag van die Poolse wielrennen. Kijk dit nou. Dus dit gaan we zo meteen even over praten. Of dit nou normaal is of niet. Het blijkt dus normaal te zijn.